Ik sta hier vandaag bij Cultuurhuis Delfshaven. Hoe heet u, meneer? Mijn naam is Bram Legerstee en je zegt het goed, Cultuurhuis Delfshaven. Maar ook het Rotterdam Centrum voor Theater. Dat is sinds kort, heten we dus Cultuurhuis Delfshaven. Cultuurhuis Delfshaven is een initiatief om kunst en cultuur bij de bewoners te brengen van Delfshaven. Kunt u zich even voorstellen? Mijn naam is Ria Tol. Wij staan hier op een wintermarkt die georganiseerd is door Buurtstichting Delfshaven. En wij proberen hier onze spulletjes aan de man te brengen. En wij vonden het wel een leuk idee. En bent u al enige spulletjes kwijtgeraakt vandaag? Nou, het loopt niet echt storm, maar het is wel gezellig. En deze week, deze decemberweek, zijn we gestart met een festival, Rozen in Delfshaven. En we hebben verschillende activiteiten gehad. We hebben de voorstelling Sneeuw voor heel veel basisscholen gehad. We hebben een politiek debat gehad over de veiligheid in Delfshaven. En nu hebben we de wintermarkt, waar de bewoners van Delfshaven hun zelfgemaakte spullen kunnen verkopen. We hebben dadelijk een kunstveiling, dat is de beeldende kunst die door de bewoners van Delfshaven gemaakt is, onder leiding van de Paameijer Stichting. En er zijn verschillende schilderijen die dadelijk geveild worden. Even kijken wat het oplevert. Do you think you can sing waar we het komende jaar ook weer mee gaan werken? Om de kunstveiling in te leiden. En we beginnen met een start van 10 euro. 10 euro. En de Paameijer Stichting zit hier het hele jaar bij ons in het pand. En verschillende cliënten van Paameijer die maken deze werken. En let wel, 80% gaat naar de kunstenaar zelf en 20% is voor materiaal en onkosten. We gaan kijken, ik zie het daar geïnteresseerd. Ik zie dat vinden geïnteresseerd. We laten zien. Dit is een startbord van 10 euro. Deze gaan we ook veilen voor de starter van 10 euro. Van 10 euro. Voor 10 euro, dit is een kleurrijk schilderij. Wie gaat bieden? Wie gaat bieden? We gaan door met 2 euro omhoog. Een naakt. Een historisch naam, een historisch naam. We gaan met 1 euro omhoog. We gaan met 1 euro omhoog. Wie is een hand? Ik zie daar 1 euro. 11 euro. We zitten op 11 euro. 14. 14 euro. 14 euro. 14 euro. 14 euro. 14 euro. Wie is ik? We gaan door met de naakt. En deze is weer 10 euro. 10 euro. We gaan met 1 euro omhoog. Oké, voor 11 euro. Dan gaan we door met 11 euro. Ik heb een mond voor 11 euro. 11 euro. Helemaal. Allemaal. Verkocht aan die mevrouw voor 11 euro. Alsjeblieft. Nou, blijf het allemaal weten. We zitten al op. En het Christmas Carol Choir mag weer van start gaan. Marianne de Maan. Ja. Dat is een vrouw, maar ze heet Marianne de Maan. Maar dat is echt een natuurtalent. Die vrouw die heeft nooit een opleiding gehad. En die weet werkelijk prachtig, weet ze met kleuren en met vormen, weet ze expressie aan haar kunstwerken te geven. Ze ontwikkelt een hele eigen stijl van kunst. Die ander is van Linus de Visser. Linus de Visser heeft op de kunstacademie gezeten. Dat zie je meteen ook aan het werk. Daar spreekt professionele kunst spreekt daar uit. En ja, ik heb meer werk van hem gekocht, omdat ik zijn werk gewoon heel erg mooi vind. En ik ken dat werk van Marianne, want ik zie haar al jaren schilderen. En nou, ik heb altijd al een kunstwerk van haar willen kopen. Bij de expositie zijn ze veel duurder. Maar nu is er een veiling hier, en bij het theater. En nou ineens ja, worden ze voor weinig verkocht. Tenminste, er was niemand die hoger wou bieden dan ik. Dus ik heb echt geboft vandaag. I wanna wish you a Merry Christmas.